Deel 1 van Ali Baba en de 40 rovers, vertaald door J.W. Gerhard. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders. In een stad aan de grenzen van Perzië leefden eens twee broeders, waarvan de een Kasim en de ander Ali Baba heette. Hun vader had hun maar een klein vermogen nagelaten, en daar ze dit weinige gelijkelijk verdeeld hadden, zou men allicht menen, dat hun uiterlijke omstandigheden vrijwel gelijk waren. Het toeval wilde het echter anders. Kasim huwde een vrouw, die spoedig na hun huwelijk een goed voorziene winkel en een menigte onroerende goederen erfde, zodat hij ineens een welgesteld man en een der rijkste lieden der stad werd. Ali Baba daarentegen huwde een vrouw, die even arm was als hij zelf, woonde zeer armoedig en had geen andere verdiensten om zich en de zijnen het levensonderhoud te verschaffen dan de opbrengst van het hout, dat hij in het naburig bos hakte en daarna op drie ezels, zijn enige bezitting, naar de stad bracht en verkocht. Op zekere dag, toen Ali Baba weer in het bos was en juist hout genoeg geveld had om zijn ezels daarmee te beladen, zag hij opeens in de verte een geweldige wolk opstijgen, welke zich in rechte richting bewoog naar de plaats waar hij stond. Hij keek er zeer opmerkzaam naar en zag weldra dat het een talrijke ruiterschaar was, die in snelle draf naderbij kwam. Ofschoon men in de hele buurt nooit van rovers hoorde, kwam bij Ali Baba toch de gedachte op, dat deze ruiters wel rovers konden zijn, en daarom besloot hij, zijn ezels aan hun lot over te laten en slechts zijn eigen persoon te redden. Hij klom dus in een boom, welke stakken wel niet hoog, maar buitengewoon dicht bebladerd waren, en nam daarop nu met des te groter vertrouwen plaats, als hij vandaar alles zien kon, wat beneden voorviel, zonder zelf gezien te worden. De boom stond aan de voet van een kale rots, die veel hoger dan de boom, en zo steil was, dat men haar onmogelijk beklimmen kon. De ruiters, alle grote flinke mannen, die zowel van wapens als paarden goed voorzien waren, stegen bij de rots af, en Ali Baba, die er 40 telde, kon naar hun gezichten en hun ganse kleding te oordelen, er niet meer aan twijfelen, dat het rovers waren. Hij bedroog zich ook niet, het waren werkelijk rovers, die echter niet in het minst deze streek verontrusten, maar hun zaken in andere, verre gewesten dreven, en hier alleen hun verzameloord hadden. Hij werd in zijn mening versterkt, toen hij ze verder bespiedde. Elk der ruiters toomde zijn paard af, bond het vast, wierp het een zak vol gerst, die hij achter zich gedragen had, om de kop, en maakte toen zijn reistas los. De meeste hiervan kwamen Ali Baba zo zwaar voor, dat hij eruit opmaakte, dat ze vol goud en zilver moesten zijn. De statigste der rovers, die Ali Baba voor een hoofdman hield, naderde met zijn reistas op de schouder, eveneens de rots, die dicht bij de grote boom stond, waarin Ali Baba zich verscholen had, en nadat hij zich door enige struiken een weg gebaand had, sprak hij de woorden, Sesam, open je, zo luid en duidelijk, dat Ali Baba ze hoorde. Nauwelijks had de roverhoofdman deze woorden uitgesproken, of er opende zich een deur, waardoor hij al zijn mannen liet binnengaan. Hij zelf ging het allerlaatst binnen, en de deur sloot zich weer. De rovers bleven lang in de rots, en Ali Baba moest geduldig op de boom blijven en wachten, want hij vreesde, dat enkelen, of ook wel allen tezamen, weer naar buiten mochten komen op het ogenblik, dat hij zijn post verlaten en vluchten wilde. Desniettemin kwam hij in verzoeking, naar omlaag te komen, zich meester te maken van twee paarden, op het een te gaan zitten en het andere naast zich mee te voeren,
en zo zijn ezels voor zich uitdrijvend naar de stad te rijden. Dit plan was echter te gewaagd, en hij besloot daarom het veiligste deel te kiezen. Eindelijk opende de deur zich weder. 40 rovers traden naar buiten, en de hoofdman, die er het laatst ingegaan was, was thans de eerste die buiten kwam en de overigen allen voorbij zich heen liet gaan. Ali Baba hoorde dat op zijn woorden, sesam sluit je, de deur zich weder sloot. Ieder keerde naar zijn paard terug, toomde het op, bond zijn tas over het zadel vast en steeg weer op. Toen de hoofdman eindelijk zag dat allen voor de rit gereed waren, plaatste hij zich aan hun hoofd en sloeg weer dezelfde weg in, waarlangs zij gekomen waren. Ali Baba daalde niet terstond uit de boom af. Zij konden, sprak hij bij zichzelf, iets vergeten hebben, dat hen weer dwong terug te keren, en dan zouden zij mij betrappen. Hij volgde hen met de ogen, tot hij ze uit het gezicht verloren had, en liet zich voor meerdere veiligheid eerst lang daarna op de grond zakken. Daar hij de woorden krachtens welke de roverhoofdman de deur geopend en weer gesloten had, goed in zijn geheugen bewaard had, bekroop hem de lust, een poging te wagen, of ze wellicht dezelfde uitwerking zouden hebben, als hij ze uitsprak. Hij drong derhalve door het struikgewas, vond de deur, welke daardoor verborgen was, plaatste zich ervoor, sprak de woorden, sesam, open je, en zie daar, op hetzelfde ogenblik sprong de deur wagenwijd open. Ali Baba had een donker en somber oord verwacht, maar hoe groot was zijn verbazing, toen hij het binnenste der rots zeer helder, groot en ruim, en door mensenhanden tot een hoog gewelf uitgehold vond, dat van boven door een kunstig aangebrachte opening zijn licht ontving. Hij vond hier veel mondvoorraad, een zakken vol kostbare koopmansgoederen, zijden stoffen en brokaat, en vooral ook prachtige tapijten, bij hoven opgestapeld. Wat hem echter het meest aantrok, was een massa gemunt goud en zilver, dat gedeeltelijk op hopen uitgeschud, gedeeltelijk in leren zakken, welke op een lange rij stonden, geborgen was. Bij deze aanblik kwam het hem voor, alsof dit rotshol, niet eerst sinds een reeks van jaren, maar reeds sedert eeuwen aan rovers, tot toevluchtsoord gediend moest hebben. Ali Baba bedacht zich niet lang, wat hij hier doen zou. Hij trad het hol binnen, en zodra hij erin was, sloot zich de deur weer. Dat verontrustte hem echter niet, want hij kende immers het geheim, om haar te openen. Bij het zilvergeld hield hij zich niet lang op, maar bemoeide zich alleen met het gemunte goud, en in het bijzonder met dat, wat in de zakken was. Hiervan nam hij herhaalde malen zoveel, als hij dragen, en zijn drie ezels, die zich ondertussen verstrooid hadden, opladen kon. Toen hij ze weer bij de rots bijeengedreven had, belastte hij ze met de zakken, en om deze te verbergen, legde hij er hout bovenop, zodat nu niemand er iets van zien kon. Toen hij daarmee klaar was, plaatste hij zich voor de deur, en nauwelijks had hij de woorden, sesam sluit je, uitgesproken, of zij sloot zich ook weer. Zij was namelijk, telkens wanneer hij naar binnen gegaan was, vanzelf dichtgegaan, en was elke keer, als hij eruit kwam, open gebleven. Ali Baba keerde nu weer naar de stad terug, en toen hij voor zijn huis aankwam, dreef hij zijn ezels naar een kleine binnenplaats, waarvan hij de deur zorgvuldig achter zich dichtmaakte. Daarna laadde hij het weinige hout, dat zijn schatten verborg, af, droeg de zakken zijn woning in, en legde ze voor zijn vrouw neer, die op de sofa zat. Zijn vrouw nam de zakken in de hand, en toen zij merkte, dat ze vol goud waren, dacht zij, dat haar man ze gestolen had. Nadat hij alles binnengebracht had, kon zij niet nalaten tot hem te zeggen, Ali Baba, ben je van God verlaten,
om... Ali Baba onderbrak haar met de woorden, wees bedaard, lieve vrouw, en heb geen zorg. Ik ben geen dief, want ik heb dit alles slechts aan dieven ontnomen. Je zult weldra je slechte mening van mij laten varen, wanneer ik je mijn geluk verteld zal hebben. Hij schudde de zakken uit, zodat er nu een grote hoop goud voor zijn vrouw kwam te liggen, die er geheel door verblind werd. Hierop verhaalde hij haar zijn ontmoeting van het begin tot het einde en raadde haar toen voor alles aan de gehele geschiedenis geheim te houden. Toen de vrouw van haar verbazing en schrik weer bekomen was, verheugde zij zich met haar man over het geluk dat hun was ten deel gevallen en wilde de ganse goudhoop die voor haar lag stuk voor stuk tellen. Beste vrouw, zei Ali Baba tot haar, dat is niet slim van je. Waar denk je aan? Je zou nooit met tellen klaarkomen. Ik wil een kuil graven en het daarin verbergen. Wij hebben geen tijd te verliezen. Het zou toch goed zijn, antwoordde de vrouw, wanneer wij tenminste ongeveer wisten hoeveel er is. Ik zal bij de buren gaan om een kleine maat te lenen en het daarmee te meten, terwijl gij ondertussen de kuil graaft. Lieve vrouw, zei Ali Baba erop, dit zou werkelijk nergens toedienen, en ik raad je aan het niet te doen. Doe overigens wat je wil, maar vergeet vooral niet, geen woord over de zaak te reppen. Om haar verlangen te bevredigen, ging Ali Baba's vrouw heen, en naar haar zware Kasim toe, die niet ver van hen afwoonde. Kasim was niet te huis, en zij wendde zich daarom tot zijn vrouw, met het verzoek, haar toch voor enige ogenblikken een maat te lenen. De schoonzuster vroeg haar, of zij een grote of een kleine wilde, en Ali Baba's vrouw vroeg om een kleine maat. Met plezier, antwoordde haar schoonzuster, wacht slechts een ogenblik, ik zal ze je dadelijk brengen. De schoonzuster haalde de maat. Daar zij echter Ali Baba's armoede kende, was zij erg nieuwsgierig te weten, wat voor graan zijn vrouw daarmee meten wilde, en kwam daarom op de gedachte, onder in de maat, ongemerkt een beetje deeg te plakken. Daarna kwam zij terug, gaf Ali Baba's vrouw de maat over, en verontschuldigde zich over haar uitblijven, met te zeggen, dat zij zo lang had moeten zoeken. Toen Ali Baba's vrouw in haar huis teruggekeerd was, zette zij de maat op de goudhoop, vulde haar en ledigde ze op enige afstand op de sofa. Toen zij nu alles gemeten had, was zij zeer tevreden over het aanzienlijk aantal maten en vertelde dit aan haar man, die juist met zijn kuil klaargekomen was. Terwijl Ali Baba het geld begroef, bracht zijn vrouw, om haar schoonzuster haar nauwgezetheid en haar zin voor orde te tonen, de maat terug. Ze had echter niet opgemerkt, dat daarin onderaan nog een goudstuk kleefde. Beste schoonzuster, zeide zij tot haar, toen zij het ding teruggaf, zie je, dat ik je de maat niet al te lang gehouden heb. Ik ben er je zeer dankbaar voor, hier heb je haar weer. Nauwelijks had Ali Baba's vrouw haar de rug toegekeerd, of Kasim's vrouw keek op de bodem van de maat, en men kan haar verbazing begrijpen, toen zij het geldstuk daarin ontdekte. Weldra sloop de Satan van de nijd haar hart binnen. Wat, dacht zij, Ali Baba heeft het hout bij schepels vol, van waar mag de arme slokker het wel genomen hebben? Kasim, haar man, was zoals we zeiden, niet te huis, maar in zijn winkel, van waar hij eerst tegen de avond terug verwacht werd. De tijd tot aan zijn terugkomst leek haar een eeuwigheid, want zij brandde van ongeduld, hem het grote nieuws te vertellen, dat voor hem even verrassend zijn moest als voor haar. Toen Kasim thuisgekomen was, zeide zijn vrouw tot hem, je gelooft een rijk man te zijn, niet waar Kasim, maar je vergist je. Ali Baba is duizendmaal rijker dan jij. Hij kan zijn geld niet tellen, maar moet het meten.
Kasim verlangde een verklaring van dit raadsel, en zij vertelde hem, hoe sluw zij de ontdekking gedaan had, en tevens toonde zij hem het goudstuk, dat onder op de bodem was blijven kleven. Het was zo oud, dat de naam van de vorst, die het had laten munten, hun onbekend was. In plaats van zich te verheugen over het geluk van hun broeder, die tot nog toe zo arm geweest was, voelde Kasim slechts ijverzucht, welke hem geen rust meer liet. De ganse nacht kon hij er bijna niet van slapen, en de volgende morgen ging hij reeds voor zonsopgang naar zijn broeder terug. Daar hij sinds zijn huwelijk met de rijke weduwe hem niet meer als zijn broeder aanzag, en deze naam helemaal vergeten had, zo sprak hij hem thans als volgt aan: Ali Baba, jij bent zeer terughoudend in je aangelegenheden, jij speelt de arme, de noodlijdende, de bedelaar, en je meet het goud met schepels. Beste broeder, antwoordde Ali Baba, ik weet niet wat je daarmee bedoelt, verklaar je nader. Hou je toch niet zo dom, antwoordde Kasim, en terwijl hij hem het goudstuk voorhield, dat zijn vrouw hem gegeven had, voegde hij erbij, hoeveel van zulke goudstukken heb je? Mijn vrouw heeft dit onder in de maat gevonden, welke jouw vrouw gisteren van haar geleend heeft. Uit deze woorden merkte Ali Baba, dat ten gevolge van de eigenzinnigheid zijner vrouw, Kasim en diens vrouw alreeds de zaak kenden, welke geheimhouding voor hem zo gewichtig was. De fout was nu echter eenmaal begaan, en men kon haar niet ongedaan maken. Zonder iets van spijt te laten merken, bekende hij daarom zijn broeder de gehele geschiedenis, en vertelde hem, door welk toeval en waar hij de schuilplaats der rovers ontdekt had. Tegelijk bood hij aan, de schat met hem te delen, wanneer hij slechts het geheim bewaren wilde. Ja, dat verlang ik toch al, sprak Kasim op trotse toon. Maar, voegde hij erbij, ik wil ook nog precies weten waar de schat is, aan welke bijzondere kentekenen ik hem herkennen, en hoe ik er zelf bij komen kan, wanneer ik er zin in heb, anders geef ik het bij het gerecht aan. Weiger je dus, dan heb je niet alleen niets meer te hopen, maar je zult ook nog verliezen wat je al hebt. Ik zal echter voor mijn aangifte mijn loon verkrijgen. Meer uit edelmoedigheid dan omdat hij door de onbeschaamde bedreigingen van zijn broeder bang geworden was, bracht Ali Baba hem van alles op de hoogte en deelde hem ook de woorden mee, die hij moest uitspreken om het hol binnen en er weer uit te kunnen komen. Meer verlangde Kasim niet te weten. Hij verliet zijn broeder met het vaste voornemen hem voor te zijn en in de hoop zich alleen van de schat meester te kunnen maken. De volgende morgen ging hij reeds voor zonsopgang met 10 muildieren op weg, welke hij met grote kisten beladen had. Deze wilde hij alle geheel vullen, en hij nam zich nu al voor, bij een tweede tocht naar de schat, nog veel meer zulke kisten mee te nemen, in het geval hij nog zoveel ladingen vond, dat dit nodig bleek. Hij sloeg de weg in die Ali Baba hem aangeduid had, kwam bij de rots en herkende de kentekenen en evenzo de boom, waarop Ali Baba zich verscholen had. Hij zocht de deur, vond haar en sprak de woorden, Sesam, open je. De deur ging open, hij trad naar binnen en terstond sloot zij zich weer. Bij bezichtiging van het hol kwam hij in grote verbazing, wel hij er veel meer rijkdommen in aantrof, dan hij uit Ali Baba's vertelling vermoed had, en zijn verwondering werd voortdurend groter, hoe meer hij alles afzonderlijk in ogenschouw nam. Als een gierigaard, wien rijkdommen boven alles gaan, had hij gaarne de hele dag zich verlustigd in de aanblik van zoveel goud, indien het hem niet was ingevallen, dat hij eigenlijk gekomen was, om het geld te halen en zijn 10 muilezels ermee te beladen.
Hij nam daarom een aantal zakken, zoveel hij dragen kon, ging daarmee naar de deur, en wel hij aan het andere meer dacht dan aan dat, wat thans voor hem het gewichtigste was, zo gebeurde het, dat hij zich het toverwoord niet meer herinnerde, en in plaats van sesam zeide, gerst open je. Hoe groot was zijn ontsteltenis, toen hij zag dat de deur zich niet opende, maar gesloten bleef. Nu noemde hij nog andere namen van graansoorten op, maar de juiste naam niet, en de deur bleef immer gesloten. Op dit toeval had Cassim helemaal niet gerekend. Schrik en angst maakten zich van hem meester, toen hij zich nu in zulk groot gevaar zag, en hoe meer hij zich inspande om het woord sesam in zijn geheugen terug te roepen, des te verwarder werd hij, en weldra was het, alsof hij dit woord nooit had horen noemen. Wanhopig wierp hij thans de zakken, waarmee hij zich beladen had, op de grond, ging met grote passen in het hol op en neer, en alle rijkdommen, waarmee hij zich omringd zag, hadden thans geen bekoring meer voor hem. Doch laten wij Cassim zijn lot bewenen, hij verdient ons medelijden niet. De rovers keerden tegen de middag naar hun schuilplaats terug, en toen zij in de nabijheid kwamen en de met kisten beladen muilezels van Cassim ontdekten, werden zij door deze nieuwe verschijning ongerust, renden met losse teugel naderbij en joegen de 10 muilezels, die Cassim vergeten had, vast te binden, uit elkaar, zodat zij zich naar alle richtingen in het bos verstrooiden en spoedig uit hun gezicht verdwenen waren. De rovers deden geen enkele poging de muilezels na te rijden. Het was hun van veel meer belang de eigenaar der dieren te vinden, terwijl nu enigen van hen de rots omringden, om hem te zoeken, steeg de hoofdman met de anderen af, ging met blanke sabel recht op de deur toe, sprak de woorden, en de deur opende zich. Cassim, die binnen in het hol het getrappel der paarden hoorde, twijfelde er thans niet meer aan, dat de rovers gekomen waren, en hij zelf verloren was. Toch besloot hij een poging te wagen, om aan hunne handen te ontkomen en zich te redden. Daarom plaatste hij zich dicht bij de deur, om naar buiten te snellen, zodra zij zich openen zou. Nauwelijks hoorde hij het woord sesam, dat zijn geheugen ontgaan was, uitspreken, en zag de deur opengaan. Of hij stormde zo woest naar buiten, dat hij de hoofdman ter aarde wierp. Maar de andere rovers kon hij niet ontkomen. Deze hielden eveneens de blanke sabel in de hand en doodden hem op de plaats zelf. Nu was de eerste zorg der rovers de grot binnen te gaan. Zij vonden dicht bij de deur de zakken die Cassim daarheen gedragen had om er zijn muilezels mee te belasten en legden ze weer op hun oude plaats. Zij merkten echter niet dat die welke Ali Baba meegenomen had, ontbraken. Terwijl zij nu met elkander over dit voorval beraadslaagden, begrepen zij wel, dat Cassim niet meer uit de grot had kunnen komen. Maar hoe hij erin gekomen was, daarvan begrepen zij niets. Zij kwamen op de gedachte, dat hij wellicht van bovenaf binnengekomen was, maar de opening, waardoor het licht naar binnen viel, was zo hoog, en de top der rots zo ontoegankelijk, dat zij eenstemmig verklaarden dit raadsel niet te kunnen oplossen. Dat hij door de deur binnengekomen was, konden zij niet aannemen, want daarvoor moest hij toch het geheim kennen om haar te openen, en in het bezit daarvan meenden zij dat niemand anders dan zijzelf. Zij konden namelijk niet weten dat Ali Baba hen beluisterd en het gehoord had. Hoe het geval zich echter ook mocht toegedragen hebben, het was dan zaak hun gemeenschappelijke rijkdommen in veiligheid te brengen, en zo besloten zij daarom Cassim's lijk in 4 stukken te verdelen en binnen in de grot, niet ver van de deur, aan weerskanten 2 op te hangen, tot afschrikwekkend voorbeeld voor ieder
die de brutaliteit zou hebben, iets dergelijks te wagen. Zij zelf echter besloten, eerst na verloop van enige tijd, wanneer de lijklucht verdwenen zou zijn, naar hun hol terug te keren. Daar niets hen meer terughield, verlieten zij hun schuilplaats, welke zij eerst goed gesloten hadden, stegen te paard en doorkruisten de landstreken in de richting, waar de straatwegen het meest door karavanen bezocht werden, om als gewoonlijk jacht op deze te maken en ze uit te plunderen. Einde van Ali Baba en de 40 rovers, deel 1. Deel 2 van Ali Baba en de 40 rovers, vertaald door J.W. Gerhard. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Ondertussen verkeerde Kasims vrouw in grote angst, toen de nacht aanbrak en haar man nog immer niet teruggekeerd was. Vol bekommering ging zij naar Ali Baba en zeide tot hem: beste zwager, jij weet zeker wel dat je broer Kasim naar het bos gegaan is, en met welk doel. Hij is nog niet teruggekomen, en het is toch al laat in de nacht. Ik vrees dat hem een of ander ongeluk overkomen is. Ali Baba had na het boven aangevoerde gesprek met zijn broeder zijn reis vermoed, en was daarom op deze dag niet zelf naar het bos gegaan, om hem geen reden tot argwaan te geven. Zonder haar ook maar enig verwijt te doen, dat haar of haar man, wanneer hij nog in het leven was, had kunnen beledigen, zeide hij tot haar, dat zij zich daarom nog niet ongerust behoefde te maken, want zonder twijfel had Kasim het beter geoordeeld, eerst later in de stad terug te keren. Kasims vrouw geloofde dit des te eerder, als zij eraan dacht, hoeveel er haar man aan gelegen moest liggen, de zaak geheim te houden. Zij keerde daarom getroost naar huis terug en wachtte geduldig tot omstreeks middernacht. Nu echter werd haar onrust en haar verdriet dubbel zo groot, en dit te meer, wijl zij haar angstig kloppend hart niet door schreien en wenen lucht verschaffen kon, omdat zij wel inzag dat de ware oorzaak daarvan voor de buren een geheim moest blijven. Thans, nu haar fout niet meer te herstellen was, gevoelde zij berouw over haar dwaze nieuwsgierigheid en haar strafbare begeerte. De huiselijke aangelegenheden van haar zwager en haar schoonzuster te willen doorgronden. Zij weende de gehele nacht door, en bij het aanbreken van de dag snelde zij weer naar hen toe, en gaf meer door tranen dan door woorden te verstaan waarom zij kwam. Ali Baba wachtte niet tot zijn schoonzuster hem bad, toch eens de moeite te willen nemen en te gaan zien wat er van Kasim geworden was. Hij ging ogenblikkelijk met zijn drie ezels op weg naar het bos, nadat hij haar vooraf nog dringend aanbevolen had haar kommer te matigen. Toen hij de rots naderde, zonder op de hele weg nog zijn broeder, nog de muilezels aangetroffen te hebben, verwonderde hij zich zeer over het bloed, dat hij aan de ingang van het hol ontdekte. Dit scheen hem een slecht voorteken toe. Hij trad naar de deur, sprak de woorden, zij opende zich, en het eerste dat hem in het oog viel, was het lijk van zijn gevierendeelde broeder. Bij deze treurige aanblik bedacht hij zich niet langer wat hij doen zou, maar besloot terstond zijn broeder de laatste eer te bewijzen, want hij dacht er niet meer aan hoe weinig broederlijke liefde deze steeds voor hem getoond had. Hij vond in het hol de nodige dingen om er het lijk van zijn broeder in te pakken en vervolgens op een zijner ezels te laden. Hij legde er hout overheen, opdat niemand er iets van merken zou. De beide andere ezels belastte hij zonder verder dralen met volle zakken goud, waarover hij eveneens hout legde. Nadat hij hiermee klaar was en de deur bevolen had zich weer te sluiten, trok hij naar de stad terug. Hij was intussen voorzichtig genoeg aan de rand van het bos zo lang te wachten,
tot hij eerst bij het aanbreken van de nacht de stad bereikte. Thuis aangekomen dreef hij slechts de twee met goud beladen ezels in het hof, liet aan zijn vrouw de taak over ze af te laden, en nadat hij haar met weinige woorden het lot van Cassim medegedeeld had, voerde hij de derde ezel naar zijn schoonzuster. Ali Baba klopte aan de deur, en deze werd hem opengedaan door een zekere Morgane. Deze Morgane was een handige, verstandige en vindingrijke slavin, die de grootste moeilijkheden wist te boven te komen. Ali Baba kende haar als zodanig. Toen hij daarom in de hof getreden was, en de ezel het hout en het andere pak afgenomen had, nam hij Morgane terzijde. Hij zeide tot haar, Morgane, het eerste dat ik van je verlang, is volstrekte geheimhouding. Je zult dadelijk begrijpen hoeveel je gebiedster en mij daaraan gelegen moet zijn. Deze pakken bevatten het lijk van je meester. Wij moeten er thans voor zorgen hem zo te begraven, alsof hij een natuurlijke dood gestorven was. Breng mij naar je meesteres en let op alles wat ik haar zal zeggen. Morgane kondigde haar gebiedster het bezoek aan, en Ali Baba, die haar op de voet volgde, trad de kamer in. Wel nu, zwager, riep de weduwe, hem met groot ongeduld tegemoet. Welk bericht breng je mij van mijn man? Je gezicht voorspelt niets goeds. Schoonzuster, antwoordde Ali Baba, ik kan je niet zeggen, als je mij niet eerst belooft, dat je mij van het begin tot het einde zult aanhoren, zonder de mond te openen. Na de gebeurtenis, welke ik je mee te delen heb, is het voor je eigen welzijn en je rust van even groot belang als voor mij, dat de zaak geheim blijft. Ach, riep de schoonzuster op halfluide toon uit, deze inleiding maakt het mij duidelijk, dat mijn man niet meer in leven is, maar ik zie tevens ook in, hoe nodig de geheimhouding is, welke jij van me verlangt. Wel moet ik mij veel geweld aandoen, maar spreek vrij uit, ik luister. Ali Baba verhaalde hierop aan zijn schoonzuster de ganse uitslag zijner reis, tot aan zijn terugkeer met Cassim's lijk. Schoonzuster, voegde hij erbij, je hebt nu werkelijk alle reden om bedroefd te zijn, en des te meer, hoe minder je het verwachten kon. Aan dit ongeluk is nu echter niets meer te veranderen. Wanneer echter iets in staat is je te troosten, dan stel ik je voor de weinige goederen, welke ik bezit, met die van jou te verenigen en je te huwen. Tevens geef ik je de verzekering, dat mijn vrouw niet ijverzuchtig zijn zal, en gij beiden u met elkander bepaald goed zult kunnen verdragen. Bevalt mijn voorstel je, dan moeten wij voor alles daaraan denken, de zaak zo te leiden, dat iedereen geloven moet, dat mijn broeder een natuurlijke dood gestorven is, en op dit punt, geloof ik, kan je je heel goed op Morgane verlaten. Van mijn kant zal ik ook alles doen, wat in mijn macht is. Wat kon Cassim's weduwe beter doen, dan Ali Baba's voorstel aannemen? Naast het vermogen, dat haar door de dood van haar eerste man ten deel viel, bekwam zij een tweede man, die rijker was dan zij zelf, en door de ontdekking van de schat nog rijker kon worden. Zij sloeg het voorstel daarom niet van de hand, maar beschouwde het integendeel als een zeer geldige reden om zich te troosten. Terwijl zij daarom haar tranen droogde, welke intussen al rijkelijk waren begonnen te stromen, en het doordringende weegeroep, dat vrouwen plegen aan te heffen bij het verlies van haar mannen, naliet, bewees zij Ali Baba daarmee voldoende, dat zij zijn aanbod aannam. In deze stemming verliet Ali Baba de weduwe van Cassim, en nadat hij Morgane ingeprent had, haar rol goed te spelen, keerde hij met zijn ezel naar huis terug. Morgane deed wat men van haar verwachtte. Zij ging tegelijk met Ali Baba het huis uit en naar een apotheker, die in de buurt woonde. Zij klopte aan zijn winkel, en toen men haar had opengedaan, vroeg zij naar een zeker soort van geneesmiddelen, welke bij hoogst gevaarlijke ziekten van zeer groot nut zijn. De apotheker gaf haar enige voor het geld, dat zij op de toonbank gelegd had,
en vroeg wie er wel in het huis van haar meester ziek was. Ach, antwoordde zij met een diepe zucht, Kasim, mijn goede heer, is het zelf. Men kan uit zijn ziekte niet wijs worden, hij spreekt niet en kan niets eten. Met deze woorden nam zij de geneesmiddelen mee, waarvan Kasim geen gebruik meer maken kon. De volgende morgen kwam Morgiane weer bij dezelfde apotheker en verlangde met tranen in de ogen een drank, welke men zieken slechts in het uiterste geval pleegt te geven. Wanneer deze drank hen niet gezond maakte, dan gaf men alle hoop op hun genezing op. Ach, zeide zij met grote droefheid, toen zij hem uit de hand van de apotheker aannam, ik vrees zeer dat dit middel even weinig zal baten als de vorige geneesmiddelen. Ach, wat was het een goede meester, en nu moet ik hem verliezen. Wijl men nu ook nog Ali Baba en zijn vrouw de ganse dag met bedroefde gezichten naar Kasims huis heen en weer zag gaan, zo verwonderde zich niemand om het weegeklaag, dat Kasims vrouw en vooral Morgiane des avonds horen lieten, om Kasims dood te verkondigen. De volgende morgen ging Morgiane, die op het marktplein een oude, eerlijke schoenlapper kende, die zijn werkplaats steeds het allereerst en lang voor de anderen opende, in alle vroegte uit, om hem op te zoeken. Zij begroette hem met de gebruikelijke groet en drukte hem tegelijkertijd een goudstuk in de hand. De schoenlapper, die in de hele stad onder de naam van Baba Mustafa bekend en een zeer vrolijke kameraad, vol luimige invallen was, bekeek het geldstuk nauwkeurig, wijl het nog niet klaar dag was, en toen hij er zich van overtuigd had, dat het van goud was, zeide hij, een mooi handgeld, wat verlang je daarvoor? Ik ben bereid alles te doen. Baba Mustafa, zeide Morgiane tot hem, neem al je gereedschap op, dat voor het lappen nodig is, en kom snel met mij mee. Wanneer wij echter op die en die plaats gekomen zijn, moet je je ogen laten verbinden. Hiertegen had Baba Mustafa bezwaren. Nee, nee, antwoordde hij, gij verlangt zeker iets van mij, dat tegen mijn geweten en tegen mijn eer indruist. De hemel beware me, riep Morgiane uit, terwijl zij hem een tweede goudstuk in de hand drukte. Ik verlang niets van je, dat je niet in alle deugd en eer doen kunt. Kom maar mee, en maak je niet onnodig angstig. Baba Mustafa volgde, en Morgiane geleidde hem, nadat zij op de aangewezen plek een doek voor de ogen gebonden had, in het huis van haar overleden meester, en nam hem de doek eerst af, in de kamer, waarheen zij het lijk gebracht, en zijn vier delen behoorlijk bij elkaar gevoegd had. Baba Mustafa, zeide zij thans tot hem, ik heb je hierheen gebracht, opdat gij die vier stukken daar aan elkaar naaien zoudt. Verlies geen tijd, en wanneer je ermee klaar bent, ontvang je nog een goudstuk. Toen Baba Mustafa gereed was, bond Morgiane hem in dezelfde kamer weer een doek voor de ogen, en nadat zij hem het beloofde derde goudstuk ter hand gesteld en geheimhouding aangeraden had, voerde zij hem naar de plaats terug, waar zij hem de eerste keer de ogen verbonden had. Hier nam zij hem de doek weer af en liet hem naar huis gaan. Zij volgde hem met de ogen, zover zij kon, opdat hij geen lust zou krijgen terug te keren en haarzelf te bespieden. Morgiane had kokend water laten gereedmaken om Kasims lijk te wassen, en Ali Baba, die tegelijk met haar in het huis teruggekeerd was, waste en bewierookte hem, en hulde hem met de gewone plechtigheden en gebruiken in het lijkkleed. Spoedig bracht ook de timmerman de kist, die Ali Baba bij hem besteld had, opdat nu de timmerman maar niet zou merken, nam Morgiane de kist aan de deur in ontvangst. En nadat zij hem betaald en weggezonden had, hielp zij Ali Baba het lijk erin leggen. Zodra deze het deksel erop vastgenageld had, ging zij naar de moskee en berichtte, dat alles voor de ter aarde bestelling gereed was. De lieden uit de moskee, wier werk het is, de lijken te wassen,
boden hun diensten aan om dat te doen, maar zij zeiden hun dat dit reeds geschied was. Nauwelijks was Morgiane weer thuis, toen de imam met de overige dienaren der moskee er reeds aankwam. Vier van Kasims buren namen de kist op hun schouders en droegen haar achter de imam, die voortdurend gebeden prevelde, naar de begraafplaats. Morgiane, als de slavin van de overledene, volgde onder tranen en met ontbloot hoofd, terwijl zij luide jammerklachten uitstiet, zich heftig op de borst sloeg en de haren uitrukte. Achter haar ging Ali Baba, vergezeld van de buren, die van tijd tot tijd op de rij af de andere buren, die de kist droegen, aflosten, tot men eindelijk de begraafplaats bereikt had. Wat Kasims vrouw betreft, deze bleef te huis, om zich aan haar smart over te geven, en een luid klagerschrei aan te heffen met haar buurvrouwen, die volgens bestaande zeden gedurende de begrafenisplechtigheid bij haar gekomen waren, om hare weeklachten te verenigen met die der weduwe, en de hele buurt met rouw te vervullen. Op deze wijze bleef Kasims noodlottige dood een geheim tussen Ali Baba, diens vrouw, Kasims weduwe en Morgiane, en deze vier personen bewaarden het zo zorgvuldig, dat geen mens in de gehele stad er het minste vermoeden aan had, laat staan het te weten kwam. Drie of vier dagen na Kasims begrafenis bracht Ali Baba de weinige gereedschappen, welke hij bezat, benevens het uit de schatkamer der rovers gehaalde geld, dit laatste echter alleen bij nacht, in het huis van de weduwe zijns broeders, om daarin voortaan te wonen. Daardoor bracht hij tevens zijn huwelijk met zijn schoonzuster ten openbare kennisse, en wel huwelijken van deze aard bij de Mohammedaanse godsdienst volstrekt niets ongewoons zijn, verwonderde zich ook niemand daarover. Wat Kasims winkel betrof, zo had Ali Baba een zoon, die sedert enige tijd zijn leerjaren bij een aanzienlijk koopman voleindigd en steeds goede getuigschriften van hem gekregen had. Aan deze zoon gaf Ali Baba nu de winkel met de belofte, wanneer hij voortging, zeer goed te gedragen, dat hij hem dan met de tijd volgens zijn stand voordelig zou uithuwelijken. Wij willen ondertussen Ali Baba zijn nieuwe geluk laten genieten, om weer eens naar de 40 rovers om te zien. Zij keerden na de vastgestelde termijn naar hun schuilhoek in het bos terug, en waren ten hoogste verbaasd, toen zij Kasims lijk niet meer vonden. Nog hoger echter steeg hun verwondering, toen zij aan hun goudzakken een belangrijke vermindering ontdekten. Wij zijn verraden en verloren, sprak de hoofdman, wanneer wij ons niet zeer in acht nemen en terstond de nodige tegenmaatregelen nemen, anders zouden wij langzamerhand al onze rijkdommen erbij inboeten, welke onze voorvaderen en wij zelf met zoveel moeite en bezwaren verworven hebben. Uit de schade die er aangericht is, blijkt zoveel, dat de dief, die wij betrapten, het geheim kende om de deur te openen, en wij tot ons geluk juist op het ogenblik aankwamen, dat hij weer wilde vertrekken. Hij was nochtans niet alleen, er is nog een ander, die het geheim eveneens moet kennen. Behoeven wij daarvoor nog een ander bewijs, dan dat zijn lijk weggevoerd is en onze schatten belangrijk verminderd zijn? Daar het nu niet waarschijnlijk is, dat meer dan twee personen van het geheim afweten, moeten wij, nadat wij de eerste omgebracht hebben, ook de tweede uit de weg ruimen. Wat, antwoordt gij daarop, dappere mannen, zijt gij ook niet van dezelfde mening? Het voorstel van de hoofdman droeg de goedkeuring der gehele bende weg. Zij waren het er allen over eens, dat men voorlopig elke andere onderneming uitstellen moest, om met vereende krachten dit ene plan te helpen uitvoeren. Ja, men zou er niet eerder van afzien, alvorens het doel bereikt was. Juist dat, zo ging de hoofdman voort, heb ik van uw moed en uw dapperheid verwacht. Voor alles echter moeten wij een koen, behendig en ondernemend man uit uw midden, zonder wapens, in de kledij eens vreemdelings naar de stad gaan en al zijn slimheid uitputten om uit te vorsen
of men daar niet over de vreemde dood van de man spreekt, die wij, gelijk hij verdiende, omgebracht hebben, wie hij was en in welk huis hij woonde. Dit is voor het ogenblik het gewichtigste, opdat wij niets doen, dat wij ooit met grond zouden behoeven te betreuren, en ons niet in een land verraden, waar wij zo lang onbekend waren, en het van zo groot belang voor ons is, ook voor het vervolg onbekend te blijven, om intussen degenen, die zich met deze zending wil belasten, aan te vuren, en opdat hij ons niet een vals bericht brengen, dat ons alle verderf na zich slepen kan, zo vraag ik u, of gij het niet voor nodig houdt, dat hij zich in dit geval aan de doodstraf onderwerpe. Zonder eerst de uitslag eener stemming af te wachten, zei een der rovers, ik onderwerp mij aan die voorwaarde, en stel er een eer in, bij deze zaak mijn leven te wagen. Gelukt het mij niet, dan zult gij u tenminste herinneren, dat het mij, nog aan goede wil, nog aan moed ontbroken heeft, om het welzijn van ons allen te bevorderen. De rover oogste veel lofspraak van de hoofdman en zijn kameraden in, en verkleedde zich toen zo uitmuntend, dat niemand hem voor dat houden kon, dat hij werkelijk was. Hij ging des nachts op weg en nam zijn maatregelen zo, dat hij juist tegen de tijd, dat het begon te schemeren, in de stad kwam. Op het marktplein aangekomen, zag hij slechts een enkele winkel open, namelijk die van Baba Mustafa. Baba Mustafa zat met een priem in de hand op zijn stoel en wilde juist aan zijn werk beginnen. De rover trad op hem toe, wenste hem goedemorgen, en daar hij zijn hoge leeftijd bemerkte, zeide hij tot hem, goede man, gij begint al zeer vroeg aan je werk, gij kunt op uw leeftijd onmogelijk nu al goed zien, ook al was het reeds lichter, zo betwijfel ik toch, of je ogen nog scherp genoeg zijn, om schoenen te lappen. Wie gij ook zijn moogt, antwoordde Baba Mustafa, zo schijnt gij mij niet te kennen, ik ben weliswaar zeer oud, heb echter nog voortreffelijke ogen, en tot bewijs daarvoor wil ik je slechts zeggen, dat ik nog niet lang geleden een dode aan elkaar gelapt heb, op een plaats, waar het niet veel lichter is, dan het thans hier is. De rover was zeer verheugd, zo gauw een man te hebben aangetroffen, die hem, zoals hij hoopte, vanzelf en ongevraagd daarover inlichtingen geven zou, waarvoor hij hierheen gekomen was. Een dode? Vroeg hij heel verbaasd, en om hem tot spreken te krijgen, voegde hij erbij, waarom een dode aan elkaar naaien? Gij wilt zeker zeggen het lijkkleed, waarin hij gehuld was. Nee, nee, antwoordde Baba Mustafa, ik weet heel goed wat ik zeggen wil. Gij zoudt mij graag tot spreken willen brengen, maar ik zal je er niets meer van vertellen. De rover had geen verdere verklaring nodig, om overtuigd te zijn, dat hij gevonden had, wat hij was komen zoeken. Hij haalde een goudstuk uit de zak, drukte het Baba Mustafa in de hand en zeide tot hem, het is volstrekt mijn bedoeling niet, in je geheim te willen dringen, ofschoon ik je verzekeren kan, dat ik het niet verbreiden zou, als je het mij toevertrouwde. Het enige waarom ik je verzoek, is dat je zo vriendelijk zoudt willen zijn, mij het huis te beschrijven, of aan te wijzen, waar je het lijk aan eengenaaid hebt. Wanneer ik dit ook al gaarne doen wilde, antwoordde Baba Mustafa, terwijl hij een beweging maakte, om de rover het goudstuk terug te geven, zo verzeker ik je toch, dat mij dit onmogelijk zou zijn, en gij kunt mij op mijn woord geloven. Men heeft mij namelijk naar een bepaalde plaats gevoerd, waar mijn ogen verbonden werden, en van daar af naar een huis, waar men mij, na de verrichting van mijn werk, weer op dezelfde wijze en naar dezelfde plek teruggeleide. Je ziet dus wel in, dat ik onmogelijk aan uw verlangen voldoen kan. Maar kunt gij u, vroeg de rover verder, niet enigszins nog de weg herinneren, waarlangs men u met verbonden ogen gevoerd heeft? Ik bid je, ga met mij mee, ik zal je op dezelfde plek de ogen verbinden, en dan zullen wij samen
dezelfde straten en dezelfde kruiswegen gaan, welke gij u herinnert, destijds gegaan te zijn. Daar echter de arbeider zijn loon waard is, geef ik je hiermee een tweede goudstuk. Kom nu, en doe mij dat genoegen. De beide goudstukken lokten Baba Mustafa aan. Hij beschouwde ze een tijd lang in zijn hand, zonder een woord te zeggen, en ging met zichzelf te raden wat hij doen moest. Eindelijk haalde hij zijn beurs tevoorschijn, stopte ze erin, en zei toen tegen de rover, ik kan wel niet vast beloven, dat ik mij nog precies de weg herinner, langs welke men mij destijds gevoerd heeft. Daar gij het echter zo verlangt, zal ik al mijn best doen, om het mij te herinneren. Baba Mustafa maakte zich nu tot grote vruchten van de rover gereed, en zonder zijn winkel te sluiten, waarin hij niets van belang te verliezen had, bracht hij hem naar de plek, waar Morgane hem geblinddoekt had. Toen zij daar aangekomen waren, zeide Baba Mustafa, hier ben ik geblinddoekt, en ik keek precies dezelfde kant uit als nu. De rover, die reeds zijn zakdoek bereid gehouden had, bond hem deze nu eveneens voor de ogen, en ging naast hem voort, terwijl hij hem deels leidde, deels zich door hem leiden liet, totdat hij staan bleef. Verder, zei Baba Mustafa, ben ik, voor zover ik weet, niet gekomen, en hij bevond zich werkelijk voor Kasims huis, waarin Ali Baba thans woonde. De rover maakte, alvorens hij hem de doek afnam, snel met een stuk krijt een teken aan de deur, en toen hij hem van de doek ontdaan had, vroeg hij, of hij ook wist, aan wie dit huis toebehoorde. Baba Mustafa antwoordde, dat hij niet in deze buurt van de stad woonde, en kon hem ook niets naders mededelen. Toen de rover zag, dat hij van Baba Mustafa niets meer ervaren zou, bedankte hij hem voor zijn moeite, en liet hem naar zijn winkel terugkeren. Hij zelf echter ging weer naar het bos, in de vaste overtuiging, daar een goede ontvangst te zullen vinden. Einde van het tweede deel van Ali Baba en de 40 rovers. Deel 3 van Ali Baba en de 40 rovers, vertaald door J.W. Gerhard. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Kort nadat de rover en Baba Mustafa afscheid van elkaar genomen hadden, ging Morgane voor een boodschap Ali Baba's huis uit, en toen zij terugkwam, bemerkte zij het teken dat de rover aan de deur gemaakt had. Zij bleef staan en beschouwde het oplettend. Wat zou dat teken wel beduiden, vroeg zij zich af. Zou wellicht iemand iets kwaads tegen mijn meester in het schild voeren, of zou het slechts voor de grap gedaan zijn? Dat mag nu zijn, zo het wil. Het kan niet schaden, wanneer men zich voor elk geval beveiligt. Zij nam terstond een stuk krijt, en daar de twee of drie voorafgaande en volgende deuren er bijna net zo uitzagen als hun huisdeur, maakte zij daaraan op dezelfde plaats een soortgelijk teken, en ging toen in huis terug, zonder nog haar meester, nog diens vrouw er iets van te vertellen. De rover zette intussen zijn weg naar het bos voort, en kwam weldra bij het overige gezelschap terug. Hij gaf terstond verslag van de uitslag zijner reis, en prees hemelhoog zijn geluk, dat hij al dadelijk een man gevonden had, die hem dat, wat hem naar de stad voerde, verteld had, want hij had het van niemand anders kunnen horen. Allen toonden er hun grote blijdschap over. De hoofdman echter nam het woord, en nadat hij zijn ijver geprezen had, sprak hij als volgt tot de hele vergadering. Kameraden, wij hebben geen tijd meer te verliezen. Laat ons goed gewapend, maar zonder dat men het aan ons zien kan, opbreken, en om geen argwaan op te wekken, elk afzonderlijk, de een na de ander, in de stad gaan. Komt daar van verschillende zijden op het marktplein bijeen, terwijl ik met onze kameraad, die ons zo even deze goede tijding gebracht heeft, het huis zal uitvorsen, om daarna de meest doeltreffende maatregelen te kunnen nemen.
De rede van de hoofdman werd met grote bijval beloond, en de rovers waren weldra reisvaardig. Twee aan twee trokken zij nu vandaar, en doordat zij steeds op behoorlijke afstand van elkander gingen, bereikten zij, zonder enige verdenking op te wekken, de stad. De hoofdman en de rover, die er des morgens al geweest was, kwamen het allerlaatst aan. Deze voerde de hoofdman in de straat, waar hij Ali Baba's huis gemerkt had. En toen hij aan de eerste door Morgana gemerkte huisdeur kwam, maakte hij hem daarop opmerkzaam en zeide, dat was de rechte. Toen zij echter, om zich niet verdacht te maken, verder gingen, bemerkte de hoofdman, dat de daarop volgende deur eveneens hetzelfde kenteken op dezelfde plaats vertoonde. Hij wees het daarom zijn geleider aan en vroeg hem of het dit huis was of het vorige. De rover geraakte in verlegenheid en wist niets te antwoorden, en vooral niet, toen hij en de hoofdman zagen, dat de vier of vijf volgende deuren alle hetzelfde teken hadden. Hij verzekerde de hoofdman met een eed, dat hij slechts een enkele gemerkt had, en voegde er toen bij, het is mij onverklaarbaar, wie de andere precies op dezelfde wijze mag gemerkt hebben, maar ik moet bij deze verwarring erkennen, dat ik niet meer kan aanwijzen, wat ik zelf getekend heb. Toen de hoofdman zijn plan aldus verijdeld zag, begaf hij zich naar de markt, en liet zijn lieden door de eerste de beste, die hem tegenkwam, zeggen, dat zij ditmaal een vergeefse tocht gedaan hadden, en hun niets anders overbleef, dan de terugweg naar hun gemeenschappelijk toevluchtsoord in te slaan. Hij zelf ging vooraan, en de anderen volgden hem in dezelfde orde, als zij gekomen waren. Nadat de bende zich in het bos weder verzameld had, verhaalde de hoofdman, waarom hij hen weer had doen terugkeren. Terstond werd de gids eenstemmig des doods schuldig verklaard. Ook erkende hij zelf, dat hij het verdiend had, terwijl hij betere voorzorgsmaatregelen had moeten nemen, en zonder vrees onderging hij zijn lot. Daar het voor het welzijn der bende van groot belang was, de schade, welke haar toegebracht was, niet ongewroken te laten, zo trad een ander rover naar voren, beloofde, dat het hem beter gelukken zou dan zijn voorganger, en verzocht als een gunst hem deze zaak op te dragen. Het werd hem toegestaan. Hij ging naar de stad, kocht Baba Mustafa om, zoals zijn voorganger gedaan had. En Baba Mustafa voerde hem geblinddoekt door Ali Baba's huis. De rover kenmerkte het op een weinig zichtbare plaats met rood krijt, in de hoop dat hij het op deze wijze steeds van de witgemerkte huizen zou kunnen onderscheiden. Maar spoedig daarna ging Morgana evenals de vorige dag het huis uit, en toen zij terugkwam, ontging het rode teken haar scherpziende ogen niet. Zij kwam weer op dezelfde gedachte als bij het witte teken, en maakte terstond aan de deuren der naburige huizen, en wel op dezelfde plaats, hetzelfde teken met rood krijt. De rover keerde intussen naar zijn kameraden in het bos terug, vertelde welke maatregel hij genomen had, en zeide dat het thans onmogelijk was, het door hem gemerkte huis met anderen te verwisselen. De hoofdman en zijn lieden geloofden het met hem, dat de zaak thans gelukken moest. Zij begaven zich daarom in dezelfde orde en met dezelfde voorzichtigheid als de eerste maal. De hoofdman vertrok daarom naar de stad, om het plan uit te voeren, dat zij verzonnen hadden. De hoofdman en de rover gingen terstond naar de straat, waar Ali Baba woonde, ontmoetten echter dezelfde moeilijkheid als de eerste maal. De hoofdman werd daarom vertoornd, en de rover geraakte in dezelfde ontsteltenis als degene, die voor hem deze opdracht vervuld had. De hoofdman zag zich dus genoodzaakt, evenzo onvoldaan als de eerste keer, nog dezelfde dag met zijn mannen de terugtocht aan te nemen. De rover, die aan het mislukken van het plan schuld was, onderging de straf, aan welke hij zich vrijwillig onderwierp. Daar nu de hoofdman zijn bende met twee flinke mannen verminderd zag, vreesde hij,
dat zij nog meer zou afnemen, als hij voortging. Bij de navorsing van Ali Baba's huis, zich op anderen te verlaten. Hun voorbeeld bewees hem, dat zij meer tot koene wapendaden geschikt waren, dan tot zulke ondernemingen, waarbij men met verstand en list te werk moest gaan. Hij nam daarom de zaak zelf ter hand, en ging naar de stad, waar Baba Mustafa hem dezelfde dienst bewees, als de beide afgezanten zijner bende. Hij maakte echter geen teken aan Ali Baba's huis, maar liep er verschillende malen voorbij, en nam het nauwkeurig op, om zich niet weer te kunnen vergissen. Nadat hij zich nu van alles, wat hij wenste, op de hoogte gesteld had, ging de roverhoofdman, zeer tevreden over zijn reis, naar het bos terug, en toen hij in het rotshol aankwam, waar de hele bende hem wachtte, zeide hij tot hen: kameraden, thans kan ons niets meer verhinderen, volle wraak te nemen over de boosheid, welke aan ons begaan is. Ik ken het huis van de schurk, die onze wraak treffen zal, heel precies, en heb onderweg op middelen gezonnen, de zaak zo sluw aan te pakken, dat niemand, nog van onze schuilplaats, nog van onze schat, iets zal vermoeden, want dit is het hoofddoel, dat wij bij onze onderneming voor ogen moeten hebben, anders zou ze ons in het verderf storten. Luister nu, ging de hoofdman voort, wat ik bedacht heb, om dit doel te bereiken. Wanneer ik u mijn plan ontvouwd zal hebben, en een van u beter middel weet, zo mag hij het ons dan mededelen. Terstond legde hij nu uit, hoe hij de zaak dacht aan te vatten, en toen allen hem hun bijval te kennen gegeven hadden, beval hij hun, zich in de omliggende dorpen en gehuchten, en ook in de stad te verstrooien, en 19 muilezels te kopen, benevens 38 grote lederen oliezakken, één ervan vol, de andere echter leeg. Binnen 2 of 3 dagen hadden de rovers alles bijeen. Daar de leren zakken bij de opening voor zijn doel iets te nauw waren, liet de hoofdman ze een beetje verwijden, en nadat hij in elke zak een zijner mannen van de nodige wapens voorzien had laten kruipen, waarbij nochtans een losgetornde scheur open bleef, zodat zij vrij konden ademhalen, maakte hij de zakken zodanig dicht, dat men moest aannemen dat er olie in was. Om de bedriegelijkheid nog groter te maken, besmeerde hij ze van buiten met olie, die hij uit de volle zak genomen had. Nadat dit volvoerd was, en hij de 37 rovers, ieder in een zak zittend, benevens de met olie gevulde zak, op de muilezels geladen had, vertrok de hoofdman op de bepaalde tijd met deze naar de stad, en kwam daar in de avondschemering, ongeveer een uur na zonsondergang aan. Hij ging de poort door en regelrecht naar Ali Baba's huis toe, met het doel bij hem aan te kloppen en van de gastvrijheid des eigenaars, voor zich en zijn muildieren, een nachtverblijf te zoeken. Hij behoefde niet aan te kloppen, want Ali Baba zat voor zijn huisdeur, om na het avondeten frisse lucht te scheppen. Hij liet daarom zijn muilezel halt houden, wendde zich tot Ali Baba en zei tegen hem: meneer, ik breng de olie, welke gij hier ziet, uit verre gewesten mee, om ze morgen op de markt te verkopen. Maar wel het reeds zo laat is, weet ik niet waar ik een onderkomen moet vinden. Wanneer het u niet te lastig is, zou ik u wel willen verzoeken, zo vriendelijk te zijn, mij voor deze nacht in uw huis op te nemen. Ik zou er u zeer dankbaar voor zijn. Ofschoon Ali Baba de man, die thans tegen hem sprak, reeds in het bos gezien had, en ook had horen spreken, kon hij hem toch in zijn oliehandelaarskleding onmogelijk als de hoofdman der 40 rovers weder herkennen. Wees welkom, zeide hij tot hem, en treed binnen. Met deze woorden maakte hij voor hem plaats, zodat hij, benevens zijn muilezels, naar binnen kon gaan. Ali Baba riep nu zijn slaaf en beval hem, zodra de muilezels afgeladen zouden zijn, ze niet alleen in de stal te brengen,
maar hen ook van gerst en hooi te voorzien. Ook nam hij de moeite naar de keuken te gaan en Morgiane op te dragen voor de pas aangekomen gast snel een goed avondeten te bereiden en in een kamer een bed voor hem klaar te maken. Ali Baba deed nog meer om zijn gast veel eer te bewijzen. Toen hij namelijk zag dat de roverhoofdman zijn muilezels afgeladen had en deze, zoals hij bevolen had, in de stal gebracht waren geworden, nam hij de vreemdeling, die de nacht onder de vrije hemel scheen te willen doorbrengen, bij de hand en geleidde hem naar de zaal, waar hij bezoeken placht te ontvangen, en verklaarde dat hij niet zou toestaan dat zijn gast in de hof zou overnachten. De roverhoofdman bedankte voor die eer, terwijl hij zei, dat hij hem volstrekt geen last wilde aandoen. De ware reden was echter, dat hij dan des te beter zijn plan kon uitvoeren. Maar Ali Baba nodigde hem zo hoffelijk en zo dringend uit, dat hij niet langer weerstand kon bieden. Ali Baba hield degene, die hem naar het leven stond, niet alleen zo lang gezelschap, totdat Morgiane het avondeten opdroeg, maar onderhield zich met hem ook voortdurend nog over allerlei zaken, waarvan hij geloofde, dat zij hem genoegen deden, en verliet hem niet eerder, dan nadat hij met eten klaar was. Ik laat u thans alleen, zeide hij toen tot hem, wanneer gij het een of ander wenst, moet gij het slecht zeggen. Alles, wat in mijn huis is, staat u ten dienste. De roverhoofdman stond gelijk met Ali Baba op en vergezelde hem tot aan de deur, terwijl Ali Baba nu naar de keuken ging om met Morgiane te spreken, begaf hij zich naar de hof, onder voorwendsel dat hij in de stal wilde nazien of het zijn muilezels aan niets ontbrak. Nadat Ali Baba Morgiane opnieuw aangemaand had voor zijn gast zo goed mogelijk te zorgen en het hem aan niets te laten ontbreken, voegde hij erbij, Morgiane, ik wil je nu alleen nog zeggen, dat ik morgen vroegtijdig een bad neem. Maak mijn badhanddoeken in orde en geef ze Abdallah, zo heette namelijk zijn slaaf. Bezorg mij vervolgens een goede vleessoep, wanneer ik thuis kom. Nadat hij haar deze bevelen gegeven had, ging hij naar bed. Ondertussen gaf de roverhoofdman zijn mannen in de stal zijn bevelen, wat zij te doen hadden. Van de eerste tot de laatste zak, zeide hij tot ieder, wanneer ik vanuit mijn slaapkamer kleine steentjes naar beneden werp, snijd dan met het mes, dat gij bij je draagt, de zak van boven tot beneden open en kruip eruit, ik zal dan spoedig bij u komen. Het mes, waarvan hij sprak, was voor dit doel opzettelijk gepunt en geslepen. Nadat dit geschied was, keerde hij terug, en zodra hij zich bij de keukendeur vertoonde, nam Morgiane een licht, bracht hem naar de voor hem ingerichte kamer en liet hem daar alleen, nadat zij nog eerst gevraagd had of hij niets meer te wensen had. Om geen argwaan te wekken, blies hij spoedig daarop het licht uit en legde zich geheel aangekleed neder, opdat hij terstond na de eerste slaap weer zou kunnen opstaan. Morgiane vergat Ali Baba's bevel niet. Zij bracht zijn baddoeken in orde, gaf ze aan Abdallah, die nog niet was gaan slapen, en plaatste de pot voor de vleessoep op het vuur. Terwijl zij nu de pot afschuimde, ging plotseling de lamp uit. In het hele huis was geen olie meer en toevallig ook geen enkele kaars voorradig. Wat moest zij nu beginnen? Om hare pot af te schuimen, moest zij er noodzakelijk helder licht mee hebben. Zij deelde hare verlegenheid aan Abdallah mede, die haar ten antwoord gaf. Ja, daar zit niets anders op, dan dat je uit een van de zakken beneden op de hof wat olie neemt. Morgiane bedankte Abdallah voor die raad, en terwijl hij zich neerlegde, naast Ali Baba's kamer, om hem later naar het bad te vergezellen, nam hij de oliekruik en ging er mee naar de hof. Toen zij bij de eerste zak kwam, vroeg de rover, die daarin verborgen zat,
heel zacht, is het tijd? Ofschoon de rover zacht gesproken had, zo schrok Morgiane van deze stem, toch des te meer, wel de roverhoofdman, nadat hij zijn muilezels afgeladen had, niet alleen deze zak, maar ook alle overige opengemaakt had, om zijn mannen frisse lucht te verschaffen. Deze verkeerden bovendien nog in een zeer slechte toestand, ofschoon zij konden ademhalen. Ieder andere slavin dan Morgiane, ofschoon zij inderdaad niet weinig verrast was, in plaats van de gezochte olie een man in de zak te vinden, had nu waarschijnlijk alarm gemaakt en wellicht een groot ongeluk veroorzaakt. Morgiane echter was veel verstandiger dan haar lotgenoten. Zij begreep terstond hoe gewichtig het was de zaak geheim te houden, in welk groot gevaar Ali Baba met zijn familie en zijzelf zweefde, en dat zij thans noodzakelijk zo snel mogelijk en zonder enige drukte haar maatregelen nemen moest. Zij bezat een scherp verstand, zodat zij spoedig de middelen daarvoor bedacht had. Zij beheerste zich op hetzelfde ogenblik, en zonder de minste schrik te verraden, antwoordde zij, alsof zij de roverhoofdman was. Nog niet, maar spoedig. Daarop naderde zij de tweede zak, waar zij dezelfde vraag hoorde, en zo vervolgens, tot zij bij de laatste kwam, waarin de olie was. Zij gaf op elke vraag steeds hetzelfde antwoord. Morgiane begreep daaruit nu, dat haar meester Ali Baba niet, zoals hij geloofde, een oliehandelaar, maar 37 rovers, benevens hun hoofdman, de verklede koopman, in zijn huis herbergde. Zij vulde daarom in alle stilte haar kruik met olie, welke zij uit de laatste zak nam, keerde daarop naar de keuken terug, en nadat zij olie in de lamp gedaan en haar weer aangestoken had, nam zij een grote ketel, ging weder naar het hof en vulde hem met olie uit de zak. Daarna ging zij terug naar de keuken en zette de ketel op een kolossaal vuur, waarop zij voortdurend vers hout schoof, want hoe eerder de olie begon te koken, hoe eerder zij ook het plan kon uitvoeren, dat zij tot gemeenschappelijk welzijn van het huis ontworpen had, en dat geen uitstel toeliet. Toen eindelijk de olie kookte, nam zij de ketel en goot in elke zak, van de eerste tot de laatste, zoveel kokende olie als nodig was, om de rovers te doen stikken en te doden. Nadat Morgiane deze daad, welke hare moed alle eer aandeed, even stil uitgevoerd als uitgedacht had, keerde zij met de lege ketel in de keuken terug en deed haar op slot. Toen doofde zij het vuur uit, dat zij eerst aangestoken had, en liet alleen zoveel over als nodig was om de vleessoep voor Ali Baba te koken. Ten slotte blies zij ook de lamp uit en hield zich doodstil, want zij was besloten niet eerder naar bed te gaan dan tot zij door een keukenvenster, dat op het hof uitzag, zoveel als de duisternis van de nacht het veroorloofde, alles had waargenomen, dat soms gebeuren zou. Morgiane had nog geen kwartier gewacht, toen de roverhoofdman ontwaakte. Hij stond op, opende het venster, keek naar buiten, en daar hij nergens meer licht bespeurde, maar overal in het huis diepe rust en stilte zag heersen, zo gaf hij het afgesproken teken, terwijl hij kleine steentjes naar beneden wierp. Meerdere daarvan vielen, zoals hij zich door het geluid overtuigen kon, op de leren zakken. Hij luisterde begeerig, maar hoorde of merkte niets, waaruit hij had kunnen opmaken, dat zijn mannen zich in beweging zetten. Dit verontrustte hem, en hij wierp voor de tweede en voor de derde maal kleine steentjes naar beneden. Zij vielen op de zakken, maar geen der rovers gaf meer het minste levensteken. Daar hij zich dit niet verklaren kon, ging hij in de grootste ontsteltenis en zo zacht mogelijk naar de hof, en naderde de eerste zak. Toen hij echter de daarin zich bevindende rover wilde vragen of hij sliep, kwam hem een geur van hete olie en van iets verbrands uit de zak tegen, en hij begreep daaruit, dat zijn plan tegen Ali Baba
hem te vermoorden, uit te plunderen en het aan zijn bende ontnomen goud weer mee te nemen, volkomen mislukt was. Hij ging nu naar de volgende zak en zo vervolgens tot de laatste en vond dat al zijn mannen op dezelfde wijze omgekomen waren. De vermindering der olie in de volle oliezak bewees hem van welke middelen men zich bediend had om zijn plan te verijdelen. Thans, nu hij al zijn hoop vervlogen zag, stormde hij met een wanhoop in het hart de deur uit, welke uit de hof in Ali Baba's tuin voerde, en vluchtte, waarbij hij over verschillende tuinmuren moest klimmen. Toen Morgiane geen geruis meer hoorde en na geruime tijd de roverhoofdman niet meer zag terugkomen, twijfelde zij er niet meer aan dat hij door de tuin gevlucht was, want door de huisdeur kon hij niet hopen te ontkomen, wel zij dubbel op slot was. Ten hoogste verheugd dat het haar zo goed gelukt was het hele huis te redden, ging zij eindelijk naar bed en sliep in. Ali Baba ondertussen stond voor dag en dauw op en ging vergezeld van zijn slaaf naar het bad. Hij had niet het geringste vermoeden van de vreselijke gebeurtenis, welke, terwijl hij sliep, in zijn huis had plaats gehad, want Morgiane had het niet nodig gevonden hem te wekken, wijl zij in het ogenblik van het gevaar geen tijd te verliezen had en na afwending daarvan hem niet in zijn rust storen wilde. Toen Ali Baba uit het bad in zijn kamer terugkwam en de zon reeds helder aan de hemel schitterde, verwonderde hij zich in hoge mate de oliezakken nog op hun oude plaats te zien staan, en het was hem onbegrijpelijk dat de koopman met zijn ezels niet naar de markt zou gegaan zijn. Hij vroeg er daarom Morgiane naar, die hem de deur opende en alles zo had laten staan en liggen, opdat hij het zelf mocht zien, en zij het hem heel duidelijk maken kon, wat zij tot zijn redding gedaan had. Mijn goede meester, antwoordde hem Morgiane, God en de heilige profeet beschermen u en uw huis. Gij zult u van dat, wat gij verlangt te weten, beter overtuigen, wanneer uw eigen ogen zien zullen, wat ik hun tonen wil. Wil de moeite nemen om met mij mee te gaan. Ali Baba volgde zijn dienstmaagd. Deze sloot de deur, bracht hem bij de eerste zak en zeide toen, kijk eens in deze zak, gij zult nog nooit zulke olie gezien hebben. Ali Baba keek erin en toen hij in de zak een man zag, schrok hij hevig, schreeuwde luid en sprong achteruit, alsof hij op een slang getrapt had. Vrees niets, zeide Morgiane tot hem, de man, die gij daar ziet, zal u geen kwaad meer doen. Hij heeft de maat zijner misdaden volgemeten, maar thans kan hij niemand meer schade toevoegen, want hij is dood. Morgiane, riep Ali Baba, bij de verheven profeet, zeg mij, wat moet dat betekenen? Ik wil het u verklaren, zei Morgiane, maar matig de uitbarstingen uw verbazing en prikkel niet de nieuwsgierigheid der buren, opdat zij niet een zaak vernemen, welke voor uw eigen bestwil geheim moet blijven. Kijk echter eerst nog even naar de andere zakken. Ali Baba keek op de rij af in alle zakken, van de eerste tot de laatste, waarin de olie zat, welke zichtbaar verminderd was. Toen hij nu al had nagezien, bleef hij als vastgeworteld staan. Terwijl hij zijn ogen nu eens op de zakken, dan weer op Morgiane richtte, en zo groot was zijn verbazing, dat hij lange tijd geen woord spreken kon. Eindelijk herstelde hij zich en vroeg toen, maar wat is er van de koopman geworden? De koopman, antwoordde Morgiane, is net zo min een koopman als ik een koopmansvrouw ben. Ik wil u zeggen wat hij is en waarheen hij gevlucht is. Doch gij zult deze geschiedenis veel gemakkelijker op uw kamer kunnen aanhoren, want uw gezondheid vordert dat gij thans, nu gij uit het bad gekomen zijt, wat vleessoep gebruikt. Terwijl Ali Baba zich nu naar zijn kamer begaf,
haalde Morgiane de vleessoep uit de keuken en bracht ze hem. Ali Baba zeide echter, eer hij aanving, begin nu dadelijk mijn ongeduld te bevredigen en vertel mij deze vreemde geschiedenis in alle bijzonderheden. Morgiane vervulde de wens van haar meester en begon aldus: Heer, gisterenavond, toen gij reeds naar bed gegaan waart, bracht ik, gelijk u bevolen had, uw baddoeken in orde en gaf ze aan Abdallah. Toen plaatste ik de pot voor de vleessoep op het vuur, en terwijl ik deze afschuimde, ging plotseling de lamp uit, wel er geen olie meer in was. In de kruik was geen druppel meer te vinden, en evenmin kon ik een stukje kaars bekomen. Abdallah, die mijn verlegenheid bemerkte, herinnerde mij aan de volle oliezakken in de hof, want hij twijfelde er evenmin aan als gij en ik, dat het zulke waren. Ik nam alzo mijn oliekruik en liep er mee naar de eerste zak de beste. Toen ik daar dichtbij was, klonk er mij een stem uit tegen, die mij vroeg, is het tijd? Ik schrok niet, maar begreep terstond de boosheid van de valse koopman en antwoordde zonder dralen, nog niet, maar spoedig. Ik ging naar de tweede zak, en een andere stem deed mij dezelfde vraag, waarop ik hetzelfde antwoord teruggaf. Zo ging ik dan van de ene zak naar de andere, immer weer dezelfde vraag en hetzelfde antwoord, en eerst in de laatste zak vond ik olie, waarmee ik mijn kruik vulde. Toen ik nu overlegde, dat zich midden in uw hof 37 rovers bevonden, die slechts op een teken of bevel van hun aanvoerder, die gij voor een koopman hield en zo gastvrij opgenomen had, wachten om het hele huis leeg te plunderen, toen geloofde ik dat hier geen tijd te verliezen was. Ik bracht daarom mijn kruik terug, stak de lamp aan, nam de grootste ketel uit de hele keuken en vulde hem met olie. Daarna hing ik hem over het vuur en toen de olie goed kookte, goot ik in elke zak, waarin een rover zat, zoveel olie als voldoende was, om hun de uitvoering van het verderfelijk plan, dat hen hierheen gevoerd had, te verhinderen. Nadat nu de zaak een zodanig verloop genomen had, als ik mij had voorgesteld, keerde ik naar de keuken terug, deed de lamp uit, en alvorens naar bed te gaan, begon ik kalm door het venster toe te zien, wat de valse oliehandelaar thans wel doen zou. Na een poos hoorde ik, dat hij, om zijn mannen te waarschuwen, kleine steentjes uit het venster en juist op de zakken wierp. Hij herhaalde dit enige keren, maar toen hij niets zag bewegen en niets hoorde, ging hij naar beneden, en ik zag hem van de ene zak naar de andere gaan, totdat ik hem in de duisternis van de nacht uit het oog verloor. Toch wachtte ik nog enige tijd, maar toen ik hem niet meer zag terugkomen, twijfelde ik er niet meer aan, of hij was, uit wanhoop over zijn mislukte aanslag, door de tuin ontvlucht. Nadat ik er mij nu van overtuigd had, dat het huis in veiligheid was, begaf ik mij te bed. Dit is nu, voegde Morgiane er tenslotte aan toe, de geschiedenis, waarnaar gij gevraagd hebt, en ik ben overtuigd, dat zij te samenhangt met een omstandigheid, welke ik enige dagen geleden ervoer, maar welke ik toen meende u nog niet te moeten mededelen. Toen ik namelijk eens heel vroeg 's morgens van een gang naar de stad terugkeerde, zag ik dat deze huisdeur wit aangestreept was, en de dag daarop ontdekte ik een rood teken. Daar ik nu echter niet begreep met welk doel dit geschied was, gaf ik elke maal 2 of 3 huizen aan beide kanten van het onze eenzelfde teken, op dezelfde plaats. Wanneer gij dit nu met de geschiedenis van de laatste nacht in verband brengt, dan zult gij vinden, dat alles door de rovers in het bos uitgevoerd is, wier bende intussen, ik weet niet waardoor, met 2 koppen verminderd is. Hoe dit ook wezen mag,
In het ergste geval zijn er nu nog slechts 3 in leven. Dit bewijst dat zij uw ondergang gezworen hebben, en dat gij bijzonder op uw hoede moet zijn, zolang men weet dat een ervan nog in leven is. Ik voor mijn persoon zal niets nalaten om volgens mijn plicht voor uw veiligheid te waken. Einde van deel 3 van Ali Baba en de 40 rovers. Deel 4 van Ali Baba en de 40 rovers, vertaald door J.W. Gerhard. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Toen Morgaine uitgesproken had, zag Ali Baba wel in welke gewichtige dienst zij hem bewezen had, en hij zei vol dankbaarheid tot haar: Ik wil niet sterven alvorens ik je naar verdienste beloond heb. Jou heb ik mijn leven te danken, en om je terstond een bewijs van erkentelijkheid te geven, schenk ik je van dit ogenblik af de vrijheid. Behoud me echter voor, nog verder aan je te denken. Ook ik ben overtuigd, dat de 40 rovers mij deze strik gespannen hebben. God, de Almachtige en Barmhartige, heeft me door jouw hand bevrijd. Ik hoop dat hij mij ook verder voor hun boosheid beschermen, dat hij ze geheel van mijn hoofd afwenden en de wereld van de vervolgingen van dit vervloekte addergebroed bevrijden zal. Doch voor alles moeten wij thans de lijken van deze uitgeworpenen van het mensengeslacht begraven, maar in alle stilte, opdat niemand iets van hun lot vermoeden kan. Daar wil ik met Abdallah voor zorgen. Ali Baba's tuin was zeer lang en van achteren door hoge bomen begrensd. Zonder te dralen ging hij met zijn slaaf naar deze bomen, om daar onder een lange en brede kuil te graven, zoals voor de lijken, die erin gelegd moesten worden, nodig was. De grond was gemakkelijk om te woelen, en zij gebruikten ook niet lang tijd voor hun werk. Zij trokken nu de lijken uit de leren zakken tevoorschijn, legden de wapens, waarvan de rovers voorzien waren, terzijde, sleepten toen de lijken naar het einde van de tuin, legden ze op een rij in de kuil, spreidden de uitgegraven aarde erover uit en verstrooiden toen de overige aarde in de tuin, zodat de grond weer zo gelijk werd als tevoren. De oliezakken en de wapens liet Ali Baba zorgvuldig verbergen. De muilezels echter, die hij nergens toe gebruiken kon, zond hij bij gedeelten naar de markt en liet ze door zijn slaaf verkopen. Terwijl Ali Baba nu al deze maatregelen nam, om de wijze, waarop hij in zo korte tijd rijk geworden was, niet bekend te doen worden, was de hoofdman der 40 rovers met bitter harteleed in het bos teruggekeerd. Deze ongelukkige afloop der zaak, welke al zijn verwachtingen de bodem insloeg, trof hem zodanig en maakte hem zo verbijsterd, dat hij er onderweg niet over denken kon, wat hij nu tegen Ali Baba zou ondernemen, maar zonder te weten hoe in zijn hol terugkwam. Verschrikkelijk kwam het hem voor, toen hij zich nu in dit sombere verblijf alleen zag. Gij wakkere mannen, riep hij uit, deelgenoten mijner doorwaakte nachten, mijner omzwervingen en mijner pogingen, waar zijt gij, wat kan ik zonder u doen? Heb ik u alleen daarom bijeengebracht en uitverkoren, om u opeens door een zo ongelukkig noodlot te zien omkomen? Ik zou u minder beklagen, wanneer gij, met de sabel in de vuist, als dappere mannen gestorven waart. Wanneer zal ik ooit weer zulk een schaar van dappere mannen, als gij waart, bijeen kunnen brengen? En wanneer ik het ook al wilde, kan ik het wel beproeven, zonder al dit goud en zilver, al deze schatten, degenen als buiten moeten overlaten, die zich reeds met een deel ervan verrijkt heeft. Ik kan en mag er niet aan denken, alvorens ik hem het leven benomen heb, wat ik met uw machtige hulp niet vermocht uit te voeren, moet ik thans heel alleen doen, en wanneer ik nu de schat voor plundering behoed zal hebben, wil ik er ook voor zorgen, dat het hem naar mij
niet aan een dappere meester ontbreken zal, opdat hij voortdurend in stand blijven en zich vermeerderen mogen. Nadat hij dit besluit genomen had, was hij omtrent de middelen om het uit te voeren niet verlegen. Zijn hart werd weer rustig, hij gaf zich weer aan schone verwachtingen over en zonk in een diepe slaap. De volgende morgen stond de roverhoofdman reeds vroeg op, trok rijke kleren aan, ging naar de stad en nam zijn intrek in een hotel. Daar hij verwachtte dat het voorgevallene bij Ali Baba veel opzien gebaard zou hebben, zo vroeg hij eens de portier in een gesprek of er niets nieuws in de stad was, en deze deelde hem allerlei zaken mee, maar niet dat wat hij wenste te weten. Hij trok daaruit het besluit dat Ali Baba alleen daarom de zaak geheim hield, wel hij niet bekend wilde laten worden dat hij iets van de schat afwist en het geheim kende om hem te vinden. Ook vermoedde hij waarschijnlijk wel dat men hem alleen daarom naar het leven stond. Dit versterkte hem in zijn voornemen alles te doen om hem op een even geheimzinnige wijze uit de weg te ruimen. De roverhoofdman voorzag zich van een paard, waarmee hij meerdere malen een tocht naar het bos maakte, om verschillende soorten van kostbare zijdenstoffen en fijne sluiers in zijn woning te brengen. Daarbij nam hij de nodige maatregelen om de plaats, waar hij ze vandaan haalde, geheim te houden. Toen hij nu zoveel waren, als hij meende nodig te hebben, bijeen had, zocht hij een winkel om ze te verkopen. Hij vond er ook een, huurde hem, richtte hem in en betrok hem daarna. Tegenover hem bevond zich de winkel, welke vroeger aan Kasim behoord had, maar sedert enige tijd door Ali Baba's zoon in bezit genomen was. De roverhoofdman, die de naam van Cogia Hussein aangenomen had, verzuimde niet als nieuweling, naar slans gebruik, de kooplieden die zijn buren waren, een bezoek te brengen. Daar Ali Baba's zoon nog jong, goed ontwikkeld en verstandig was, en hij vaker gelegenheid had met hem te spreken dan met andere kooplieden, sloot hij spoedig vriendschap met hem. Hij zocht zijn omgang des te ijveriger, als hij 3 of 4 dagen na opening van zijn winkel Ali Baba weder herkende, die zijn zoon bezocht, en gelijk hij van tijd tot tijd placht te doen, zich een lange tijd met hem onderhield. Toen hij nu nog van de jongeling vernam, dat Ali Baba zijn vader was, verdubbelde hij zijn vriendelijkheid jegens hem, gaf hem kleine geschenken en nodigde hem meermalen aan zijn tafel. Ali Baba's zoon meende deze hoffelijkheid van Cogia Hussein te moeten beantwoorden, daar hij zelf echter zeer klein gehuisvest was en niet zo gemakkelijk ingericht was, om hem gelijk hij wenste te onthalen, zo sprak hij daarover met zijn vader Ali Baba en zeide hem, dat het wel niet zou passen, als hij nog langer de beleefdheden van Cogia Hussein onbeantwoord liet. Ali Baba nam met genoegen op zich de vreemdeling te onthalen. Mijn zoon, zeide hij, morgen is het vrijdag, en daar de grote kooplieden, zoals Cogia Hussein en gij, op die dag hun winkels gesloten houden, kunt gij morgen namiddag met hem een wandeling doen, en het dan op de terugweg zo inrichten, dat gij hem voorbij mijn huis voert en hem verzoekt binnen te treden. Het is beter dat het zo geschiet, dan dat gij hem vormelijk uitnodigt. Ik zal Morgana de opdracht geven, dat zij een avondeten gereed houdt. Vrijdags namiddag troffen Ali Baba's zoon en Cogia Hussein elkander werkelijk op de afgesproken plaats en deden tezamen een wandeling. Op de terugweg bracht Ali Baba's zoon zijn vriend met opzet door de straat, waarin zijn vader woonde, en toen zij voor de huisdeur stonden, bleef hij staan, klopte aan en zeide tot hem, dit is het huis mijns vaders, daar ik hem reeds veel verteld heb van de vriendschappelijke wijze waarop gij steeds met mij omgaat, zo heeft hij mij opgedragen hem de eer te verschaffen met u kennis te maken. Ik verzoek u dus nu, het aantal uur oplettendheden jegens mij,
met deze ene nog te vermeerderen. Ofschoon nu Chogia Hoesein het doel bereikt had, waarna hij streefde, namelijk toegang tot Ali Baba's huis te verkrijgen en hem zonder eigen gevaar en zonder veel drukte te doden, uitte hij nochtans allerlei verontschuldigingen en deed alsof hij van de zoon afscheid wilde nemen. Daar echter op dit ogenblik Ali Baba's slaaf de deur opende, zo nam de zoon hem vriendelijk bij de hand, ging vooraan en dwong hem als het ware met hem mee naar binnen te gaan. Ali Baba ontving Chogia Hoesein met een vriendelijk gezicht en zo goed als deze het slechts wensen kon. Hij bedankte hem voor de goedheid, zijn zoon bewezen, en zeide toen, wij zijn u beiden daarvoor des te grotere dank schuldig, daar hij nog een jonge, in de wereld onervaren man is, en gij het niet beneden uw waardigheid geacht hebt, aan zijn opvoeding mede te werken. Chogia Hoesein beantwoordde Ali Baba's beleefdheden door anderen, en verzekerde hem tevens, al ontbrak het zijn zoon aan de ervaring van grijsaards, zo bezat hij toch een gezond verstand, dat zoveel waard was als de ervaring van 1000 anderen. Nadat zij zich een tijd lang over allerlei onverschillige zaken onderhouden hadden, wilde Chogia Hoesein afscheid nemen. Dat gedoogde Ali Baba echter niet. Wanneer, zeide hij tot hem, wanneer wilt gij gaan? Ik bid u, bewijs mij de eer het avondeten bij mij te gebruiken. Het maal dat ik u wil geven, is wel niet zo schitterend, als gij het verdient, maar ik hoop, dat gij het, zoals het is, met een evenzo goed hart wilt aannemen, als ik het u bied. Meneer, antwoordde Chogia Hoesein, ik ben van uw goede mening volkomen overtuigd, en wanneer ik u verzoek, het mij niet kwalijk te nemen, dat ik uw hoffelijke uitnodiging niet aanneem, dan verzoek ik u tevens te geloven, dat dit nog uit minachting, nog uit onbeleefdheid geschiet, maar wel ik er een bijzondere reden voor heb, welke gij zoudt billijken, als gij haar kende. En wat kan deze reden wel zijn, antwoordde Ali Baba, mag ik die dan van u weten? Ik kan ze u wel zeggen, sprak Chogia Hoesein, ik eet namelijk vlees, nog andere gerechten, waarin zout is. Gij kunt dus nu begrijpen, welke rol ik aan uw tafel zou spelen. Wanneer gij geen andere reden hebt, ging Ali Baba nu dringender voort, dan zal deze mij gewis niet van de eer beroven, u hedenavond aan mijn tafel te zien zitten. Of gij moest wat anders te doen hebben. Ten eerste is er in het brood dat wij eten geen zout, en wat het vlees en de soep betreft, zo beloof ik u, dat in dat, wat u voorgezet zal worden, eveneens geen zout komen zal. Ik wil terstond de nodige bevelen geven, bewijs mij daarom de eer, bij mij te blijven, ik kom terstond weer terug. Ali Baba ging naar de keuken en beval Morgane het vlees, dat zij heden zou opdienen, niet te zouten, en behalve de gerechten, die hij reeds vroeger aan haar had opgegeven, snel nog 2 of 3 andere te bereiden, waarin geen zout was. Morgane, die juist gereed stond het eten binnen te brengen, kon niet nalaten haar ontevredenheid over dit nieuwe bevel te uiten en zich daarover tegen Ali Baba uit te spreken. Wie is dan, zeide zij, deze eigenzinnige man, die geen zout wil eten? Uw eten zal niet lekker meer zijn, als ik het later opdien. Word maar niet boos, Morgane, antwoordde Ali Baba, het is een rechtschapen man, doe daarom wat ik je zeg. Morgane gehoorzaamde, maar met tegenzin, en de nieuwsgierigheid greep haar aan, om de man te leren kennen, die geen zout wilde gebruiken. Toen zij het maal bereid en Ali Baba de tafel gedekt had, hielp zij hem de spijzen opdragen. Terwijl zij nu Chogia Hoesein aanzag, herkende zij hem terstond, ondanks zijn vermomming, als de roverhoofdman, en bij langer, opmerkzame beschouwing zag zij, dat hij onder zijn kleren een dolk verborgen had. Thans verbaas ik er mij niet meer over, zeide zij in zichzelf, dat deze heiden met mijn heer geen zout eten wil. Hij is zijn verbitterste vijand en wil hem vermoorden,
maar ik zal zijn voornemen wel verijdelen. Zodra Morgiane met Abdallah de spijzen opgediend had, gebruikte zij de tijd dat de heren aten, om de nodige voorbereidingen te treffen tot uitvoering van een plan, dat van meer dan gewone moed getuigde, en zij was juist daarmee klaar, toen Abdallah haar meldde, dat het tijd was de vruchten te brengen. Zodra Abdallah de tafel afgeruimd had, diende zij de vruchten op. Daarna plaatste zij naast Ali Baba een klein tafeltje, en zette daarop wijn en 3 schalen neer. Toen ging zij met Abdallah heen, als wilde zij met hem het avondmaal gaan gebruiken, om Ali Baba niet te storen, opdat hij zich met zijn gast aangenaam onderhouden en hem naar zijn gewoonte aansporen kon, zich de wijn te laten smaken. Thans geloofde de valse Chogia Hoesein, of liever de hoofdman der 40 rovers, dat het gunstige ogenblik gekomen was, om Ali Baba het leven te ontnemen. Ik wil, zo sprak hij tot zichzelf, vader en zoon dronken maken, en de zoon, wie ik gaarne het leven schenk, zal mij niet beletten, zijn vader de dolk in het hart te stoten. Dan wil ik, gelijk de eerste maal, door de tuin ontvluchten, terwijl de keukenmeid en de slaaf nog aan een avondmaal zitten, of in de keuken ingeslapen zijn. Morgiane echter had het voornemen van de valse Chogia Hoesein doorzien, en liet hem geen tijd zijn boosaardig plan uit te voeren. In plaats van te gaan avondmalen, trok zij een bekoorlijk danskostuum aan, koos er een passende haartooi bij uit, deed een gordel van verguld zilver om, en bevestigde daaraan een dolk, welk schede en gevest van hetzelfde metaal waren. Voor haar gezicht hing zij een zeer schoon masker. Nadat zij zich aldus verkleed had, zeide zij tot Abdallah: Abdallah, neem je tamboerijn en laat ons naar binnen gaan, om voor de gast van onze meester, de vriend van zijn zoon, de vrolijke dansen uit te voeren, die wij menigmaal des avonds voor hem ten beste geven. Abdallah nam de tamboerijn, ging, daarop spelend, voor Morgiane uit, en trad zo in de zaal. Achter hem kwam Morgiane, die op een hoogst ongedwongen en bevallige wijze diep boog, net als had zij de toestemming hare kunsten te vertonen. Daar Abdallah zag dat Ali Baba wilde spreken, hield hij op met trommelen. Treed nader, Morgiane, zeide Ali Baba, Chogia Hoesein mag oordelen of gij iets kunt, en ons dan zijn mening daarover zeggen. Vervolgens zeide hij tot Chogia Hoesein gewend, gij moet niet geloven, meneer, dat ik grote onkosten gemaakt heb, om u dit genoegen te bereiden. Ik vind het in mijn eigen huis, en gij ziet, dat het niemand anders dan een slaaf en mijn keukenmeid zijn, die mij op deze wijze opvrolijken. Ik hoop, dat het u niet mishagen zal. Chogia Hoesein had er niet op gerekend, dat Ali Baba op het maal nog dit vermaak zou laten volgen. Hij begon nu te vrezen, dat hij de gelegenheid, welke hij meende gevonden te hebben, toch niet zou kunnen gebruiken. Doch troostte hij zich voor dit geval met de hoop, dat er bij de voortgezette, vriendelijke omgang met vader en zoon spoedig een nieuwe zou aanbieden. Ofschoon het hem nu veel aangenamer geweest zou zijn, wanneer Ali Baba hem van dit spel verschoond had, zo hield hij zich nochtans, als was hij hem er zeer dankbaar voor, en was tevens beleefd genoeg hem te verklaren, alles wat zijn vereerde gastvriend genoegen deed, moest noodwendig ook voor hem een genoegen zijn. Toen Abdallah zag dat Chogia Hoesein en Ali Baba ophielden met spreken, begon hij opnieuw de tamboerijn te slaan en zong er tegelijk een dansliedje bij. Morgiane echter, die voor de geoefendste dansers en danseressen van het vak in vaardigheid niet onderdeed, danste op een wijze, die bij elk ander, dan juist bij het hier aanwezige gezelschap, bewondering had moeten opwekken. De minste opmerkzaamheid schonk de valse Chogia Hoesein wel aan haar kunst. Nadat zij met evenveel kracht als bekoorlijkheid verschillende dansen had uitgevoerd, trok zij eindelijk haar dolk, zwaaide hem in de hand en danste een nieuwe dans, waarbij zij zichzelf overtrof.
de menigvuldige figuren die zij maakte, haar lichte bewegingen, haar koene sprongen en de wonderbare wendingen en houdingen die zij daarbij aannam, terwijl zij de dolk nu eens tot een stoot uitstrekte, dan weer hield, als boorde zij hem in zichzelf in het hart, waren in hoge mate bekoorlijk om aan te zien. Eindelijk scheen zij zich buiten adem gedanst te hebben. Zij rukte met de linkerhand Abdallah de tamboerijn uit de hand, en terwijl zij met de rechter de dolk vasthield, hield zij de tamboerijn met de holle zijde Ali Baba voor. Gelijk dansers en danseressen, die een broodwinning van hun kunst maken, plegen te doen, om de vrijgevigheid hun toeschouwers in te roepen. Ali Baba gooide Morgane een goudstuk op haar tamboerijn toe. Hierop wendde hij zich tot Ali Baba's zoon, die het voorbeeld van zijn vader volgde. Chogia Hoesein, die haar naar zich toe zag komen, had reeds zijn geldbeurs tevoorschijn gehaald, om haar eveneens een geschenk te geven, en greep er reeds in, toen Morgane met een moed, die haar vastberadenheid alle eer aandeed, hem de dolk midden in het hart stootte, zodat hij levenloos achterover zonk. Ali Baba en zijn zoon stonden verslagen over deze handeling en hieven een luid geschreeuw aan. Ongelukkige, riep Ali Baba, wat heb je daar gedaan? Wil je volstrekt mij en mijn hele familie in het verderf storten? Nee, nee, meester, antwoordde Morgane, ik heb het integendeel tot uw redding gedaan. Hierop maakte zij Chogia's Hoesein's kleren los, toonde Ali Baba de dolk, waarmee hij gewapend was, en zeide toen tot hem, zie daar, met welke koene vijand gij te doen had, en zie hem eens goed in het gezicht. Gij zult gewis de valse oliehandelaar en de hoofdman der 40 rovers herkennen. Is het u dan niet opgevallen, dat hij geen zout met u eten wilde? Zijn er nog wel andere bewijzen nodig voor zijn verfoeilijk plan? Nog eer ik hem aanzag, had ik reeds argwaan geput, toen gij mij zeide, dat gij zulk een gast had. Ik zag toen zijn aangezicht, en nu ligt het bewijs voor u, dat mijn verdenking niet ongegrond was. Ali Baba voelde diep, welke dank hij Morgane schuldig was, die hem nu voor de tweede maal het leven gered had. Hij omarmde haar en zeide tot haar, Morgane, ik heb je de vrijheid geschonken en beloofd, dat ik het daarbij niet zou laten, en ik spoedig nog meer voor je doen wilde. Deze tijd is thans gekomen. Ik maak je hiermee tot mijn schoondochter. Hierop wendde hij zich tot zijn zoon en zeide tot hem, mijn zoon, gij zijt een goed zoon, en ik geloof, dat gij het niet onbillijk zult vinden, dat ik je Morgane tot vrouw geef, zonder je vooraf gevraagd te hebben. Gij zijt haar evenveel dank schuldig als ikzelf, want het is duidelijk, dat Chogia Hoesein alleen daarom je vriendschap gezocht heeft, om mij des te gemakkelijker van het leven te beroven. En gij behoeft er niet aan te twijfelen, dat hij, als hem dit gelukt was, ook jou aan zijn wraak had opgeofferd. Bedenk bovendien, dat gij in Morgane, wanneer gij haar trouwt, een steun mijner familie, zolang ik in het leven ben, en een steun der uwe, tot aan het einde uwer dagen bezitten zult. De zoon gaf niet de minste tegenzin te kennen, maar verklaarde in tegendeel, dat hij gaarne in dit huwelijk toestemde, niet alleen uit gehoorzaamheid jegens zijn vader, maar ook uit eigen neiging. Hierop nam men in Ali Baba's huis maatregelen om het lijk van de roverhoofdman naast de lijken der overige rovers te begraven, en dit geschiedde zo geheim en zo stil, dat het eerst na vele jaren bekend werd, toen niemand meer leefde, die bij deze merkwaardige geschiedenis persoonlijk betrokken was. Weinige dagen nadien vierde Ali Baba de bruiloft van zijn zoon en Morgane met grote pracht en door een schitterende maaltijd, die met dansen, spelen en de gebruikelijke vermakelijkheden opgeluisterd werd. Ook had hij het genoegen te zien, dat zijn vrienden en buren, die hij uitgenodigd had,
en die weliswaar de ware grond voor dit huwelijk niet konden weten, maar overigens de mooie en goede eigenschappen van Morgiane kenden, hem luid prezen om zijn grootmoedigheid en goedheid. Ali Baba was niet meer in het rovershol teruggekeerd, sinds hij het lijk zijns broeders, Kasim, daar gevonden en op een van zijn drie muilezels benevens veel goud teruggebracht had, want hij vreesde dat hij daar de rovers mocht aantreffen en door hen overvallen zou worden. Maar zelfs na de dood van de 38 rovers, de hoofdman inbegrepen, waagde hij het lange tijd niet daarheen terug te gaan, wel hij bang was dat de twee anderen, wier lot hem niet bekend was, nog in leven waren. Eindelijk na verloop van een jaar, toen hij zag dat niets meer tegen hem ondernomen werd, bekroop hem de nieuwsgierigheid, nogmaals een reis daarheen te ondernemen. Hij nam daarbij echter de nodige voorzorgsmaatregelen voor zijn veiligheid. Hij steeg te paard, en toen hij bij de grot aankwam, beschouwde hij het als een goed voorteken, dat hij nog sporen van paarden, nog van mensen ontdekte. Hij steeg af, bond zijn paard vast, trad naar de deur en sprak de woorden, Sesam, open je, die hij nog niet vergeten had. De deur opende zich, hij ging naar binnen, en uit de toestand, waarin hij alles in de grot aantrof, kon hij opmaken, dat ongeveer sedert de tijd dat de zogenaamde Cogia Hoesijn een winkel in de stad geopend had, niemand daarin was geweest, en de hele bende der 40 rovers uitgeroeid moest zijn. Ook twijfelde hij er niet meer aan, dat hij de enige in de wereld was, die het geheim kende, om het hol te openen, en dat de daarin verborgen schatten geheel ter zijner beschikking stonden. Hij had een zak meegenomen. Deze vulde hij met zoveel goud, als hij meende dat een paard dragen kon, en keerde daarna naar de stad terug. Ali Baba had zijn zoon eens meegenomen naar het rotshol en hem toen het geheim daarvan geopenbaard. Sedert die tijd leefden zij en hun nakomelingen, die hun geluk met wijze matigheid genoten, in hoog aanzien en bekleden de hoogste ereposten der stad. Einde van Ali Baba en de 40 rovers.